is een wonderlijk fenomeen. Jij, ik, ieder van ons kan beslissen over het leven van degene naast hem. Als ik nu mijn pen heel hard in jouw oor steek, dan ben jij dood. Nee, serieus. Zo makkelijk kan ik over jouw leven beschikken. En jij over het mijne. Als je op de bank zit naast een vriendin of een vriend, of je zit in de tram naast een vreemde, jij kan hen op elk moment doden. Maar we doen het niet. Waarom niet? Behaviorism. De behavioristen gaan ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd. We leren wat mag en wat niet mag. Als een kind bijvoorbeeld een koekje pikt uit een trommel, dan wordt hij daarvoor gestraft. En door die straf leert hij dat hij niet meer mag stelen. Wenselijk gedrag wordt beloond met een koekje. En zo maken we ons onze normen en waarden eigen. De vraag waar wij ons mee gaan bezighouden is deze. Gedragen we ons omdat we dat geleerd hebben? Of zit er een dieper waardebesef in ons verankerd dat de meeste van ons verhindert om iemand te vernederen, te pijnigen, te verkrachten, zelfs te vermoorden? Sorry. Ben jij Rinus de Gier? Ja. Kennen we elkaar? Ik ben nieuw hier, ik ben Puk. Puk, Rinus de Gier. Ja, ik ben overgeplaatst, ik kom van beneden. Ah, omhoog gevallen. Dank je. Welkom. Je kan weer gaan. Sorry, maar ik ben net binnen. Dit is de opdracht van de adjudant. Jullie hebben een nieuw lijk. Alsjeblieft. Dank je. Puk. 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 Vanochtend gevonden door de schoonmaakster. Oh, wat zei ze? Hij is mij vraagt zelfmoord. Ja, dat zou je denken. Alleen heeft hij de kamer voor de komende 3 vrijdagen al geboekt. Sporen? Ja, vooral sperma. Lekker. Nou, laat maar zien dan. Ja, hier, als je zou willen. We hebben daar bij de trap sporen gevonden. Natuurlijk ja, hier op het bed. En we hebben hier op het vloerkleed een groepering gevonden. Zo? Heren, zou ik weer wat licht mogen hebben? De kamer is ook door hem betaald. Peter Ploegsma. En hij had een date met een dame die nogal indruk heeft gemaakt op het personeel. Het zijn beveiligingsfoto's. Leuk.
Hadden ze niet even op haar kunnen inzoomen? Ja. Kenteken kan ik zo natrekken, dus... Heel goed cadeau zo. Weer een zaak opgelost. Ik denk dat Joyce werkcollege gisteren een goed inzicht heeft gegeven in haar onderzoek naar de grenzen van beschikking. Chapeau, Joy. Je onderzoek is een aanwinst voor deze faculteit. En zeker niet alleen omdat je mij als begeleider weer het gevoel geeft hoe fascinerend de geest van de mens werkt. Heren? Goedemorgen, dames, heren. We zijn van de recherche en op zoek naar mevrouw Joy Nieland. Dat ben ik. Is dat de naam? Ik had er meer van verwacht. Ja, moet ik nooit doen. Schouwrapport van Peter Ploegsma. Er zijn sporen van een bedwelmend middel gevonden in zijn bloed. Waarschijnlijk chloroform. Geen zelfmoord dus. Nee, dat zei ik toch? Ik heb geen relatie met hem. Het was een seksdate. En waarom bent u zo geïnteresseerd in mijn afspraakjes? Omdat wij meneer Ploegsma dood hebben gevonden op zijn hotelkamer. Kwam het door de inspanning? Als scheermesjes daar een onderdeel van waren. Waar was u gisterenmiddag tussen 3 en 5? Op een terras met een vriendin, maar wat heeft dat hiermee te maken? Het was de tijdstip van zijn overlijden. Dat kan niet. Ik heb vanochtend nog met hem gechat. Ja, dit is hem. Peter Pan. Nou, veel plezier. Heel krachtig, ik sta weer in vlam. Moet ik je blussen? Veel tijd voor je. Ik ben al nat genoeg. Blus je toch mijn gloeiende staaf? Kan niet alweer dan? Is dit alles? Dit is alles. Nou, moet cadeau zo maar even het IP-adres natrekken, hè? Ja, wat cadeau zou dat hele IP-gebeuren natrekken? Die vriendin waar u gisterenmiddag mee was, waar kunnen we die bereiken? Ja. Om een uur of 3:30 of zoiets. Sorry. Melk is op. En tot hoe laat zijn jullie toen samen geweest? Zeker tot 5:30. We drinken altijd nog even wat als een van ons een date heeft gehad. Zo. Waarom? Gewoon even roddelen. Het is toch heel spannend hoe het was. We zijn vaker dan ik, hoor. Mannen raken nogal snel in de band van Joy. En jullie daten altijd via hetzelfde bureau? Ja. Unilink. Datingbureau voor hogeropgeleiden. Goh. Is er ook een datingbureau voor lager opgeleiden? Ja, we zijn er een heleboel van. Hoe is het met haar? Nou, wel goed. Zo lang hadden ze toch nog niet iets met elkaar? Nee. Maar haar vorige date is ook overleden. Ja, hoe zat dat ook alweer? Zelfmoord. Wow. Ik heb het inschrijfformulier van de heer Ploegsma voor u gekopieerd. Maar of het u verder helpt? Dank u. Mevrouw Nieland was de laatste match. Kunnen ook al haar matches krijgen? Moet dat? Ja, dat moet. Jezus, wat een lekkere, wat een mooie, wat een goede vrouwen. En die kunnen geen vriendje krijgen? Nou, niet iedere single is op zoek naar een vaste partner. Het gaat juist om het sociale spel en de wisselende contacten. En wie zegt dat een levenslange relatie met één persoon het beste voor u is? Nou, ik niet hoor. Precies. Ieder nieuw contact is een verrijking. Kijk, en dat zeg ik al jaren. En hoe groot is die vijver? Nederland telt tussen de 2 en de 2,5 miljoen singles. Mooi leven heb jij, hè? Oh, zwaar. En hoe gaat dat precies, die speeddating? Ja, de vrouwen hebben een kort gesprek met een aantal mannen. Dan maken ze hun keuze kenbaar. En op het moment dat die keuze matcht met de keuze van de man, krijgen de dames hun e-mailadres. Ja, misschien wel wat van mij. Huh? Jazeker. Ons bestand gaat tot 89 jaar.
Dank u. Kun jij uitzoeken wie van deze drie mannen zelfmoord heeft gepleegd? Ja. Zeg dat chatten, hoe gaat dat nou eigenlijk? Gewoon, lullen via de computer. Ja, we kunnen ook gewoon bellen. Bellen? Totaal ander medium. Geiler, goedkoper. Dat heb jij ook cadeau, zo chatten? Ja, tuurlijk. En Puk? Ja, wat denk jij dan? Kijk. Silas, jij hebt het. Oh ja? Ja. Openen. Wie is je favoriete regisseur? Mel. Hey Puk! Ja. Helemaal met je eens! Lekker ding, hè? Ja, je hebt de kijk op! Dank je! Leuk te chitten. Ja. Adjudant, jullie vroegen toch wie van deze drie zelfmoord had gepleegd? Ja. Alle drie. Uw vriendin Amber vertelde dat uw vorige date ook al dood is. En waarom horen wij dat dan van haar en niet van u? Ik was gewoon geschokt, oké? Ik durf niet eens te denken dat er een verband was. Is dat er? Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad met die dates? Ik ben een paar keer met ze uit geweest. Daarna heb ik nooit meer iets van ze gehoord. Wat doet u dan zo precies tijdens zo'n afspraak? We hebben seks. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, wat u precies doet tijdens zo'n sessie. En wilt details? Nee. Nou... Ja, hij bedoelt... doen jullie gekke dingen? Zoals? Vastbinden. Ja. Slaan. Lekker. Messen. Moet iemand ook weer losmaken. Toch? Drugs. Soms. GHB. GHB? Neemt je remmingen af. Krijg je zelfs neushoorns met plat. Ja, dat weet ik ook wel. En je geheugen... Nee, zal dat het zijn. Nee. Die vergeet namelijk te vertellen dat ze allemaal dood zijn. Wie? Wie? Uw ex-sekspartners, alle vier, dood. Allemaal? Hoezo? Hoezo? Ja, geen flauw idee, dat mag u mij vertellen. Wat denkt u nou? Ik zou toch wel een hele stomme moordenaar zijn als ik achter elkaar mijn eigen dates ga lopen vermoorden? Inderdaad, ja. Of een hele geraffineerde. Ik heb het wel gezien, dit. Dit is de rolverdeling. Wat? De bullebak gaat weg en de gevoelige blijft zitten. Dan ben jij stil? Ook dat is de rolverdeling. Eén vraagt. De ander observeert. En? Wat zie je? Hoe kies jij je date? Soms kijk je iemand aan en dan is er onmiddellijk opwinding. Een kwestie van feromonen. Heel dierlijk eigenlijk. Sommige mannen reageren heel sterk op mij. Drie zelfmoorden? Ja. En die van dat bad had eigenlijk ook in de boeken gemoed als zelfmoord. Hebben jullie enig bewijs tegen haar? Nee, helemaal niks. En zijzelf? Loopt ze gevaar? Zij? Dat weet je niet. Als ze de slachtoffers heeft ontmoet via Unilink,
moet je daar beginnen. Zorg dat je haar volgende date bent. Lok de dader maar uit zijn tent. En wat als zij nou zelf de dader is? Dan zit je er bovenop, hè? Ja, of je ligt er dood onder. Goed plan. Jullie willen dat ik terugga? Mm-hmm. Onder bescherming. Nee. Ik doe het niet. Ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Eén van ons is je date. Ik laat mij niet als lokeend gebruiken. Je dates worden vermoord, niet jij. Wat zou ik dan moeten doen? Je kiest één van ons uit. En je doet precies hetzelfde wat je met die andere deed. Zelf met bolpen of krassen? Nee. Dankjewel. Zo, heb jij het wel eens gedaan met vastbinden en zo? Ja? Drugs? Zeg ik niet. Nou, natuurlijk. Zo graag is het er niet. Wel gekkere dingen gedaan. Ja, ik ook. Ja. Hey, hoe gaan jullie? Zo? Nee. Ik bedoel als wie? Kabouterplop. Wat voor beroep hebben jullie gekozen? Loodgieter. Hoezo beroep? Ja, ik kan toch niet zeggen dat je van de recherche bent? Oh, oh nee, wat is jouw cover? Ja, dat zou je wel willen weten, hè? Homo. Goedenavond. Ja, ik werk bij zo'n groot. Een heel groot verzekeringskantoor. En, hobby's, voetbal. Doen of alleen kijken? Allebei. Ja, ja. Nou, ik zorg ervoor dat ze 10% minder belasting betalen. Hm. Ja. Hey, kijk, leiding geven kan altijd nog. Hey, voorlopig wil ik me vooral richten op het ontwerpen van schoenen. Voor welke merken? Ja, voor wie niet? Louis Vuitton, Donna Karen, Dolce & Gabbana. Wauw. Maar genoeg over mij. Wat doe jij eigenlijk? Nee, we werden nieuwsgierig door jullie verhalen. Ja, tuurlijk. Jullie komen gewoon voor joy. Ja, het is een boeiend bestaan, maar het is ook een eenzaam vak. Ik ben heel veel weg, veel van huis. Milaan, Parijs, New York. Hoi, ik ben Joy. Marines. Zo, Joy, vertel eens wat over jezelf. Skip dat maar. Eigenlijk doe ik dit alleen voor de seks. Heb je daar een probleem mee? Begin je elk gesprek zo? Dat hangt van de man af. Of ik zin in hem heb. Nou? Wat nou? Heb je er bezwaar tegen als wij alleen voor seks afspreken? Ben jij ook zo verlegen in bed? Daar heb ik niks aan. Verlegen mannen klappen meestal dicht bij een seksueel actieve vrouw. Is dat zo? Ja. Maar jij bent niet verlegen. Nee. Morgen. Ja. Pak wat ik gisteren aan had. Scoort altijd goed bij de vrouwtjes. Natuurlijk. Hey, Joy zei dat ze niemand herkende van de vorige keer, behalve die directrice. Hé, hey, ik heb 9 matches. Doe maar. En ik? 4. Nou, dat is niet gek, toch? Hoe komt het dat jij zo goed in de markt ligt?
Er zijn mensen die me waarderen om wie ik ben. Zeg, voor wie heeft Joy gekozen? Mevrouw Nieland, die heeft voor de gier gekozen. Oh, toch. Ja, sterkte. Dank je, vriend. Puk. Ja? Stond ik ook op die lijst? Heb jij meegedaan dan? Ja, ik deed mee. Hoe kan een man als jij nou geen match hebben? Ja, dat begrijp ik ook niet. Staat die dikke vrouw er niet op? Niemand. Daar begrijp ik helemaal niks van. Je bent zo'n leuke man. Alleen wat groot. Te groot? Nee! Nee! Jij bent... Jij bent... Verlegen. Als ze daar niet doorheen kijken, hè? Ja, daar snap ik helemaal niks van. Nee. Zo, al begonnen met voorspel. Godverdamme, wat klef. Zo. Altijd en overal. Ja, doe maar. Zijn jullie wel een beetje voorzichtig, hè? Betaalt er normaal eigenlijk voor de kamer? Ik niet in ieder geval. Nee, natuurlijk. Bubbels? Om de sfeer er een beetje in te brengen. Ik geloof niet dat het budget daarvoor toereikend is. Nou, ik weet wel zeker van niet, Rinus. Ja, jij betaalt je eigen nootje zelf. Ik heb alles op jouw rekening laten zitten. Dank je. Vervelen. Als ze er nou toch zijn. Linus? Ja? Linus, ben je er nog? Ja. Niet in slaap vallen, hoor. Nee. Ik verveel me niet, hoor. Ik wel. En wat kunnen we daaraan doen? Zeg jij het maar. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ja. Je mag mee als je wil. Leuk? Wat ga je doen? Beesten. Heel erg. Ik ga douchen. Dat doe ik altijd na een date. Weet je zeker dat je niet meegaat?
En nu? Wachten. Dat heeft geen zin. Hij komt niet. Hij komt altijd pas na een paar dates. Nou, dan moeten we maar weer snel afspreken. Ik vind het wel oké. Misschien is het de dader, Ines. Ja, ik kan niet zeggen dat ze saai is. Mevrouw Grijpsta is saai. Joy, die is levensgevaarlijk. Rustig, rustig. Ik zeg niet dat ik oud met haar ga worden, hè? Nee, dat is Joy aan het goede adres. Bedankt voor de lunch. Ik ga thuis even kijken of ik nog wat berichtjes heb. Fred. Ga jij lekker chatten? Chat jij? Ja, fanatiek ook. He, ik hou geen vingers meer open. Toen ik nog 7 kennen was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja? En wat wil je daar nou mee zeggen? Nou, dat toen ik nog 7 kennen was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja, ja. Goedenavond. Lekker. Sterf van de honger. Het is een goed plan van je. Jouw plan? Jij stelt het voor. Jij wilde nog een keer afspreken. Alleen, met mij. Zonder gedoe. Jongens, het is een setup. Cardozo, het is een setup hoor. Is gehoord. Ik zie hier niks verdacht. Je vertrouwt mij niet. Jou wel, je stalker niet. Er is beweging hier. Wat zie je? Die vriendin van Joy. Amber, wat doe ik? Helemaal niks, Cardozo. Je houdt er gewoon in de gaten en als ze beweegt, dan meld je je. Ja? Ik weet het niet. Blijf hier zitten. Shit. Ze heeft me gezien.
Actie! Nu! Nu! Kom op! Godverdomme! Klootzak! Laat me los! Klootzak! Zij kan het niet zijn. Wat heeft ze tegen je? Er is na. Is je jaloers? Nee. Ik heb haar ooit betrapt met mijn vriend. Met wie ik toen al 5 jaar samen woonde. Jezus Christus. Maar ik heb haar vergeven. En helemaal omdat ze me toen zo ontzettend gesteund heeft toen hij doodging. Wat? Want je vriend is ook dood? Zij moet ik nog meer weten? Het is bijna 4 jaar geleden. Dat kan hier toch niet mee te maken hebben. Denk even na. Wie was er voortdurend om jou heen? Ik wil weg. Ja. Waarom zou ik Joyce Dates willen vermoorden? Waarom heb jij met Joyce vriendje geslapen? Heeft ze dat u verteld? Ja. Eerst even over dat hotel gisteravond. Wat is daar precies gebeurd? Ik ben er altijd bij als Joyce zo'n date heeft. Ik maak me namelijk zorgen om haar. Oh, en waarom kom je er nu pas mee? Omdat Joyce hysterisch wordt als ze weet dat ik haar niet vertrouw. Jij haar niet vertrouwt? Joy is losgeslagen de afgelopen jaren. Ze neukte maar op los met iedereen zonder dat ze ze überhaupt kent. Ik begin het een beetje te begrijpen. Dus jij maakt je zorgen. Jij pakt een mes, doet dat in je tas, gaat naar het hotel, gaat naar boven en jij stormt die kamer. Nee, dat was ik toch niet van plan. God! Waarom ben je dan niet gewoon in die lobby gebleven? Omdat ik hem toch zag. Joy heeft me verteld dat jullie, de politie, dachten dat de moordenaar uit de datingcircuit kwam. Dat is gelul! Dat is Cardozo! Dat is gewoon Cardozo! En die hoort bij ons! Maar dat wist ik toch niet! Ik dacht dat hij schoenenontwerper was! Wat? Schoenenontwerper! Schoenenontwerper! Hey, kom binnen. Toen ik Joy leerde kennen, was ze heel erg verlegen. Joy was een grijze muis. Maar ze veranderen, dat kan toch? Is het jullie dan niet opgevallen dat Joy zich heel anders... Tuurlijk. Joy is zichzelf niet meer de laatste jaren. Ja, ze gebruikt wel GVB. GHB. Ik herken haar soms niet meer. Het lijkt wel alsof Joy... 2 verschillende personen is. Soms ben ik bang dat... Soms ben ik bang... dat Joy die mannen vermoord heeft. Sorry. Ik wist niet naar wie ik anders toe moest. Heb je ooit iets aan haar gemerkt? Een Amber? Nee. Wat nou als het door mij komt? Dat ik mannen tot waanzin drijf waardoor ze zichzelf iets aandoen? Of dat ik door de GHB niet eens weet dat ik het heb gedaan? Nee, dat zou je weten. Ik verlies iedereen om me heen die iets voor mij betekent. Soms heb ik het idee dat mijn leven het mijne niet meer is. Dat ik word geleefd. Sorry, ik had helemaal niet moeten komen, sorry. Ik moet naar huis. Ik ga naar huis. Oké. Ik breng je wel. Denk jij? Ik weet het niet, Cardozo. Ik weet het niet. Je weet het niet? Nee, ik weet het gewoon niet. Ik hink even op 2 gedachten. Cardozo, ik heb de fax voor je. Dat is het haast, toch? Dat zijn de IP-nummers. De IP-nummers, dankjewel. Help me even, wat was dat goede IP-nummers? Van die computer waarmee met de gier gechat is. Hetzelfde nummer als de computer van Peter. Die hij gebruikt ze hebben nadat hij al dood was. Waar staat die computer dan? Op de universiteit.
Kijk, dit is Joyce's werkkamer. En dit is de mijne. Dan mag ik u vragen wat u hier eigenlijk zoekt. Ja, hoe goed kent u Joy? Zolang ze hier op de universiteit rondloopt. En is haar gedrag de laatste tijd nogal veranderd? Veranderd? In welk opzicht? Nou ja, mag ik me gewoon vragen, is ze misschien schizofreen? Schizofreen? Dat lijkt me sterk. Maar u begeeft zich nu op het terrein van de psychiatrie. Ik ben maar een eenvoudige psycholoog, geen medicus. Nee, maar u weet er toch vast wel wat vanaf? Ja, natuurlijk. Maar als u doelt op persoonlijkheidsstoornissen, die zijn nogal complex. Het IP-nummer klopt dus met die computer gechat. Maar waarom wilt u dit allemaal weten? Nou, omdat wij aanwijzingen hebben gevonden dat ze zich nogal afwijkend gedraagt de laatste tijd. En dan vooral als ze... Seksueel actief is. Joy? Ja? U doelt op een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Precies. Hebt u daar ooit iets van gemerkt? Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat de diagnose met een klein bloedprikje te stellen is. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe stel je zo'n diagnose dan? In de regel gebeurt dat dus door een psychiater. Maar een onorthodoxere methode zou zijn om die andere persoonlijkheid naar buiten te forceren. Ja. En hoe doe je dat? Wel, als het is zoals u zegt, dat ze verandert als ze seksueel actief is, dan zou ik zeggen dat een stevige vrijpartij de beste methode is om die andere persoonlijkheid naar buiten te krijgen. Toch. U kunt gaan. Oké, goedenavond. Ja, prettige avond. Rinus, ik wil liever niet alleen zijn. Ik kan er enorm door in de problemen komen. Fijne problemen. Kom op, Rinus, schiet nou op. Neem die telefoon nou op. Kom op. Voicemail van Rinus de Gier. Helaas kan ik op dit moment de telefoon niet opnemen, maar als u een bericht achterlaat naar de piep, dan probeer ik u zo snel mogelijk terug te bellen. Bedankt. Ja, Eikel met mij. Luister, het ziet eruit dat Joy de dader is. Neem meteen contact met mij op. Ja! Kom eens! Godverdomme! Joy! Joy, ben jij dat? Wat? Wat wil je? Niet doen! Niet doen! Dat zou nou echt jammer zijn, hè? Jammer? Jammer voor wie? Voor mij. Voor de wetenschap. Wetenschap? Ja, met een paar jaar als ik doorzet en niet gehinderd word. Waar heb je het over? Ja, ik wil niet zoveel doen nu, hè? Op dit moment, toch?
Ik wel. En weet je, dat is een lekker gevoel. Jij kunt niets doen en ik alles. En dat ga ik ook doen. Boeiend niet? Boeiend, wat is daar boeiend aan? Ach ja, onderzoek. Ja, wij wetenschappers aan. Wij doen altijd onderzoek. Hoe ver kun je gaan in het beheersen van levens van andere mensen? Volledige beheersing. Joy. Precies. Goed zeg. Slim studentje. Goed, goed, goed. Hé, hey, vertel eens. Was het lekker neuken met Joy? He? Heb je dat lekker hard genomen? Jij, hier. Trek dit. Doe jij. Kom maar. Laat los. Waar is de gier? Huh? Weet ik niet. Waar is de gier? Weet het niet. Waar is de gier? Niet hier. Niet. Joy doet wat ik wil. Ik stuur haar. Waarom, Joy? Oh, briljant. Sturing. Briljante sturing. Door mij. Door mij. Geld op haar. Ik ga haar helemaal gek maken. Ze heeft je afgewezen. En dan maak ik definitief korte metten met al die flauwe kul. Ze heeft je afgewezen. Onzin! Hou je smerige bek! Zorg! Die levenslust is bewonderenswaardig. Het was mij een waar genoegen met jou van gedachten te wisselen. Kijk eens, biertje. Bedankt, vriend. Biertje. Lekker. Op je gezondheid. Proost, jongen. Je hebt hetzelfde voor mij gedaan, toch? Ja. Ah, het is voor mij gewoon werk, hè? Het is gewoon werk. Ja, dat is het ook, jongen. Dat is het ook. Puk, Cardozo, koffie. Nee, dank je. Koffie, Cardozo. Oh, ja, koffie. Hey. Wat doe jij vanavond? Nou, ik dacht eigenlijk aan een hele rustige bingoavond in Noord. Spannend. Wil je dat ik meega? Nou, ik denk dat het beter... Ik zal voor je duiken. Verdacht meer is, hoef je er ook niet meer. Nee. Krijg je, hè? Je bent een beetje verwend met die 2 miljoen vrijgezellen. Maar ik wil gewoon even geen spanning meer. Ja, nou, dat is meer spanning dan ik in de laatste 25 jaar heb gehad. Maar ja, seks met mevrouw Grijpstra is een stuk veiliger. Ook wist niet dat jullie nog... Ja, sinds ik chat. Wow. Dat doe ik altijd na een date. Weet je zeker dat je niet meegaat?
Wachten? Dat heeft geen zin. Hij komt niet. Hij komt altijd pas na een paar dates. Nou, dan moeten we maar weer snel afspreken. Ik vind het wel oké. Misschien is ze de dader, Ines. Ja, ik kan niet zeggen dat ze saai is. Mevrouw Grijpstra is saai. Joy, die is levensgevaarlijk. Rustig, rustig. Ik zeg niet dat ik oud met haar ga worden, hè? Nee, ik vind Joy een goede adres. Bedankt voor de lunch. Ik ga thuis even kijken of ik nog wat berichtjes heb. Fred? Ga jij lekker chatten? Chat jij? Ja, fanatiek ook. He, ik hou geen vingers meer open. Toen ik nog 7 keer naar was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja? Wat wil je daar nou mee zeggen? Nou, dat toen ik nog 7 keer naar was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja, ja. Het heeft geen zin. Hij komt niet. Hij komt altijd pas na een paar dates. Nou, dan moeten we maar weer snel afspreken. Ik vind het wel oké. Misschien is ze de dader, Ines. Ja, ik kan niet zeggen dat ze saai is. Mevrouw Grijpstra is saai. Joy, die is levensgevaarlijk. Rustig, rustig. Ik zeg niet dat ik oud met haar ga worden, hè? Nee, ik vind Joy een goede adres. Bedankt voor de lunch. Ik ga thuis even kijken of ik nog wat berichtjes heb. Fred? Ga jij lekker chatten? Chat jij? Ja, fanatiek ook. He, ik hou geen vingers meer open. Toen ik nog 7 keer naar was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja? Wat wil je daar nou mee zeggen? Nou, dat toen ik nog 7 keer naar was, toen was chatten het teren van de onderkant van het schip. Ja, ja.
door een psychiater. Maar een onorthodoxere methode zou zijn om die andere persoonlijkheid naar buiten te forceren. Ja. En hoe doe je dat? Wel, als het is zoals u zegt, dat ze verandert als ze seksueel actief is, dan zou ik zeggen dat een stevige vrijpartij de beste methode is om die andere persoonlijkheid naar buiten te krijgen. Toch. U kunt gaan. Oké, goedenavond. Ja, prettige avond. Rinus? Ik wil liever niet alleen zijn. Ik kan enorm door in de problemen komen. Fijne problemen. Kom op, Rinus, schiet nou op. Neem die telefoon nou op. Kom op. Dit is de voicemail van Rinus de Gier. Helaas kan ik op dit moment de telefoon niet opnemen. Maar als u een bericht achterlaat naar de piep, dan probeer ik u zo snel mogelijk terug te bellen. Bedankt. Ja, hij komt met mij. Luister, het ziet eruit dat Joy de dader is. Neem meteen contact met mij op. Ja! Kom eens! Godverdomme! Joy! Sorry. Ben jij Rinus de Gier? Ja. Kennen we elkaar? Ik ben nieuw hier, ik ben Puk. Puk, Rinus de Gier. Ik ben overgeplaatst, ik kom van beneden. Oh, omhoog gevallen. Dank je. Welkom. Je kan weer gaan. Sorry, maar ik ben net binnen. Dit is de opdracht van de adjudant. Jullie hebben een nieuw lijk. Alsjeblieft. Dank je.
Puk. 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 Vanochtend gevonden door de schoonmaakster. Oh, wat zei ze? Is mij vraagt zelfmoord. Ja, dat zou je denken. Alleen heeft hij de kamer voor de komende 3 vrijdagen al geboekt. Sporen? Ja, vooral sperma. Lekker. Ja, laat me zien dan. Ja, hier, als je zo willen. We hebben daar bij de trappen sporen gevonden. Natuurlijk, ja, hier op het bed. En we hebben hier op het vloerkleed een groepering gevonden. Zo? Heren, zou ik weer wat licht mogen hebben? De kamer is ook door hem betaald. Peter Ploegsma. En hij had een date met een dame die nogal indruk heeft gemaakt op het personeel. Het zijn beveiligingsfoto's. Leuk. Hadden ze niet even op haar kunnen inzoomen? Sorry. Ik wist niet naar wie ik anders toe moest. Heb je ooit iets aan haar gemerkt? Een amber? Nee. Wat nou als het door mij komt? Dat ik mannen tot waanzin drijf waardoor ze zichzelf iets aandoen? Of dat ik door de GHB niet eens weet dat ik het heb gedaan? Nee, dat zou je weten. Ik verlies iedereen om me heen die iets voor mij betekent. Soms heb ik het idee dat mijn leven het mijne niet meer is. Dat ik word geleefd. Sorry. Sorry, ik had helemaal niet moeten komen. Sorry. Ik moet naar huis. Ik ga naar huis. Oké. Ik breng je wel. Denk jij? Ik weet het niet, Gerozo. Ik weet het niet. Je weet het niet? Nee, ik weet het gewoon niet. Ik hink even op 2 gedachten. Gerozo, ik heb de fax voor je. Dat is het haast, toch? Dat zijn de IP-nummers. De IP-nummers, dankjewel. Help me even, wat was dat goede IP-nummers? Van die computer waarmee met de gier gechat is. Hetzelfde nummer als de computer van Peter. Die hij gebruikt ze hebben nadat hij al dood was. Waar staat de computer dan? Op de universiteit. Kijk, dit is Joyce's werkkamer. En dit is de mijne. Dan mag ik u vragen wat u hier eigenlijk zoekt. Ja, hoe goed kent u Joy? Zolang ze hier op de universiteit rondloopt. En is haar gedrag de laatste tijd nogal veranderd? Veranderd? In welk opzicht? Nou ja, mag ik me gewoon vragen, is ze misschien schizofreen? Schizofreen? Dat lijkt me sterk. Maar u begeeft zich nu op het terrein van de psychiatrie. Ik ben maar een eenvoudige psycholoog, geen medicus. Nee, maar u weet er toch vast wel wat vanaf? Ja, natuurlijk. Maar als u doelt op persoonlijkheidsstoornissen, die zijn nogal complex. Het IP-nummer klopt, dus met die computer gechat. Maar waarom wilt u dit allemaal weten? Nou, omdat wij aanwijzingen hebben gevonden dat ze zich nogal afwijkend gedraagt de laatste tijd. En dan vooral als ze... Seksueel actief is. Joy? Ja? U doelt op een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Precies. Hebt u daar ooit iets van gemerkt? Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat de diagnose met een klein bloedprikje te stellen is. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe stel je zo'n diagnose dan? In de regel gebeurt dat dus door een psychiater. Moment doden. Maar we doen het niet. Waarom niet? Behaviorism. De behavioristen gaan ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd. We leren wat mag en wat niet mag. Als een kind bijvoorbeeld een koekje pikt uit een trommel, dan wordt hij daarvoor gestraft. En door die straf leert hij dat hij niet meer mag stelen. Wenselijk gedrag wordt beloond met een koekje. En zo maken we ons onze normen en waarden eigen. De vraag waar wij ons mee gaan bezighouden is deze. Gedragen we ons omdat we dat geleerd hebben? Of zit er een
een dieper waardebesef in ons verankerd. Dat de meeste van ons verhindert om iemand te vernederen, te pijnigen, te verkrachten, zelfs te vermoorden. Sorry. Sorry. Sorry, ik had helemaal niet moeten komen. Sorry. Ik moet naar huis. Ik ga naar huis. Oké. Ik breng je wel. Denk jij? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik weet het gewoon niet. Ik hink even op twee gedachten. Cardozo, ik heb de fax voor je. Dat is het haast, toch? Dat zijn de IP-nummers. Haha, de IP-nummers. Dankjewel. Help me even. Wat was dat goede IP-nummers? Van die computer waarmee met de gier gechat is. Hetzelfde nummer als de computer van Peter. Die hij gebruikt ze hebben nadat hij al dood was. Waar staat die computer dan? Op de universiteit. Kijk, dit is Joyce's werkkamer. En dit is de mijne. Dan mag ik u vragen wat u hier eigenlijk zoekt. Ja, hoe goed kent u Joy? Zolang ze hier op de universiteit rondloopt. En is haar gedrag de laatste tijd nogal veranderd? Veranderd? In welk opzicht? Nou ja, mag ik me gewoon vragen, is ze misschien schizofreen? Schizofreen? Dat lijkt me sterk. Maar u begeeft zich nu op het terrein van de psychiatrie. Ik ben maar een eenvoudige psycholoog, geen medicus. Nee, maar u weet er toch vast wel wat vanaf? Ja, natuurlijk. Maar als u doelt op persoonlijkheidsstoornissen, die zijn nogal complex. Het IP-nummer klopt, dus met die computer gechat. Maar waarom wilt u dit allemaal weten? Nou, omdat wij aanwijzingen hebben gevonden dat ze zich nogal afwijkend gedraagt de laatste tijd. En dan vooral als ze... Seksueel actief is. Joy? Ja? U doelt op een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Precies. Hebt u daar ooit iets van gemerkt? Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat de diagnose met een klein bloedprikje te stellen is. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe stel je zo'n diagnose dan? In de regel gebeurt dat dus door een psychiater. Maar een onorthodoxere methode zou zijn om die andere persoonlijkheid naar buiten te forceren. Ja. En hoe doe je dat? Wel, als het is zoals u zegt, dat ze verandert als ze seksueel actief is, dan zou ik zeggen dat een stevige vrijpartij de beste methode is om die andere persoonlijkheid naar buiten te krijgen. Toch. U kunt gaan. Oké, goedenavond. Ja, prettige avond.
grappig doe? Jongens, het is een setup. Cardozo, het is een setup hoor. Is gehoord. Ik zie hier niks verdacht. Je vertrouwt mij niet. Jou wel, je stalker niet. Er is beweging hier. Wat zie je? Die vriendin van Joy. Amber, wat doe ik? Helemaal niks, Cardozo. Je houdt er gewoon in de gaten en als ze beweegt, dan meld je je. Ja? Sir. Ik weet het niet. Blijf hier zitten. Shit. Ze heeft me gezien. Actie! Nu! Nu! Come on! Kan het niet zijn. Wat heeft ze tegen je? Er is na. Jaloers? Nee. Ik heb haar ooit betrapt met mijn vriend. Met wie ik toen al 5 jaar samen woonde. Jezus Christus. Maar ik heb haar vergeven. En helemaal omdat ze me toen zo ontzettend gesteund heeft toen hij doodging. Wat? Want je vriend is ook dood? Zij moet ik nog meer weten? Is bijna 4 jaar geleden. Dat kan hier toch niet mee te maken hebben. En even na. Wie was er voortdurend om jou heen? Ik wil weg. Ja. Waarom zou ik Joyce Dates willen vermoorden? Waarom heb jij met Joyce vriendje geslapen? Heeft ze dat u verteld? Ja. Eerst even over dat hotel gisteravond. Wat is daar precies gebeurd? Ik ben er altijd bij als Joy zo'n date heeft. Ik maak me namelijk zorgen om haar. Oh, en waarom kom je er nu pas mee? Omdat Joy hysterisch wordt als ze weet dat ik haar niet vertrouw. Jij haar niet vertrouwt? Joy is losgeslagen de afgelopen jaren. Ze neukte maar op los met iedereen zonder dat ze ze überhaupt kent. Ik begin het een beetje te begrijpen. Dus jij maakt je zorgen. Jij pakt een mes, doet dat in je tas, gaat naar het hotel, gaat naar boven en jij stormt die kamer. Nee, dat was ik toch niet van plan? God! Wie betaalt er normaal eigenlijk voor de kamer? Ik niet in ieder geval. Nee. Tuurlijk. Bubbels? Om de sfeer er een beetje in te brengen? Ik geloof niet dat het budget daarvoor toereikend is. Nou, ik weet wel zeker van niet, Rinus. Ja, jij betaalt je eigen nootje zelf. Ik heb alles op jouw rekening laten zitten. Dank je. Onszelf vervelen. Zal het nou toch zijn? Linus? Ja? Linus, ben je er nog? Ja. Niet in slaap vallen hoor. Nee. Ik verveel me niet hoor. Ik wel. Hm. En wat kunnen we daaraan doen? Zeg jij het maar. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ja. Je mag mee als je wil. Leuk? Wat ga je doen? Beesten. Heel erg.
Ik ga douchen. Dat doe ik altijd na een date. Weet je zeker dat je niet meegaat? Het heeft geen zin. Hij komt. Wat de... Wat wil je? Niet doen! Niet doen! Dat zou nou echt jammer zijn, hè? Jammer? Jammer voor wie? Voor mij. Voor de wetenschap. Wetenschap? Ja. In een paar jaar, als ik doorzet. En niet gehinderd word. Waar heb je het over? Ja, ik wil niet zoveel doen nu, hè, op dit moment, toch? Ik wel. En weet je, dat is een lekker gevoel. Jij kunt niets doen en ik alles. En dat ga ik ook doen. Boeiend niet? Boeiend, wat is daar boeiend aan? Ach ja, onderzoek. Ja, wij wetenschappers, wij doen altijd onderzoek. Hoe ver kun je gaan in het beheersen van levens van andere mensen. Volledige beheersing. Joy. Precies. Goed zeg. Slim studentje. Goed, goed, goed. Hé, vertel eens. Was het lekker neuken met Joy? He? Heb je dat lekker hard genomen? Jij, hier. Dicht. Kijk dicht. Doe jij. Kom, los. Waar is de gier? Weet ik niet. Waar is de gier? Weet het niet. Waar is de gier? Niet hier. Joy doet wat ik wil. Ik stuur haar. Waarom, Joy? Oh, briljant. Sturing. Briljante sturing. Door mij. Door mij. Geld op haar. Ik ga haar helemaal gek maken. Ze heeft je afgelezen. En dan maak ik definitief korte metten met al die flauwe kul. Onzin! Hou je smerige buurt! Die levenslust is bewonderenswaardig. Het was mij een waar genoegen met jou van gedachten te wisselen. Kijk eens, biertje. Bedankt, vriend. Biertje. Lekker. Op je gezondheid. Proost, jongen. Je hebt hetzelfde voor mij gedaan, toch? Wow. Ja, het is voor mij gewoon werk, hè? Het is gewoon werk. Ja, dat is het ook.